Hey, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van mij, Meester Sander. In deze video ga ik het hebben over bloksels. Dat is deze bijzondere kralenplank. Goed dat je kijkt, want op mijn kanaal laat ik je de beste en origineelste onderwijsmaterialen en apps zien. Dus mocht je dat nou leuk vinden, abonneer even. Klik hieronder op de rode knop, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste video's. En in deze video gaan we het hebben over bloksels, bloksels beelden. En bloksels beelden is, zoals je ziet, een doos met blokjes erin. En een hele bijzondere kralenplank. En ik heb hier even een tulp in gemaakt. En met die tulp kan ik dan gamen. En het toffe is dat je niet alleen die tulp kan maken, maar je kan ook je eigen spellen ontwerpen. Een beetje à la Mario, wat ik altijd speelde. Het is een 2D-spel. En je ziet ook dat je dus hier de figuren zo maakt door de blokjes neer te leggen. Dat scan je dan vervolgens met de app en kun jij het spelen. Super cool. En ook de jongste kinderen vinden het echt super tof om te doen. Je hebt bij de jongste kinderen wel iets meer hulp nodig. Dus je moet het iets meer uitleggen. Wat wil je dat ze gaan doen? Gaan ze hun eigen game ontwerpen? Of gaan ze hun eigen figuur ontwerpen? Of gaan ze samen met een ouder kind iets ontwerpen? Dan is het nu tijd om te gaan kijken hoe bloksels werkt. In deze video laat ik je bloksels zien. En bloksels is dus een digitale kralenplank eigenlijk. Of in ieder geval een echte kralenplank. Waar je blokjes in kunt schuiven. En je hebt verschillende apps hierbij. Dus je hebt dit bord nodig. En je hebt één van deze apps nodig. Bloksels Beelden of Bloksels Edu. Wat is het verschil? Ja, de Edu-versie is dus echt voor het onderwijs gemaakt. Je kunt 30 dagen gratis een account daarop nemen. En met de Bloksels Beelden kun je gewoon je games maken. Want dat is dus wat je met Bloksels doet. En je ziet hier al een voorbeeld. Bloksels Beelden draait dus om je eigen games maken. Het lijkt een beetje op Mario van vroeger. En je kunt dus op dit bord een voorbeeld maken van zo'n level. Kijk, dat zie je hier. En die ga je dan scannen en die kun je daarna spelen. Je kunt ook je eigen poppetjes ontwerpen. Dat ziet er echt super tof uit. We gaan even een tutorial doen. Ga ik je laten zien over hoe het werkt. Okay. Wat is dan dus Bloksels Edu? Nou, je kunt bouwen en je maakt dus je eigen figuur of je eigen game. Je kunt dus zeggen hoe het poppetje eruit moet zien. Dan scan je die met de tablet en daarna kun je gaan spelen. Je speelt dus je eigen spel en dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. En wat ze met Edu proberen is dat kinderen wel van de bovenbouw hun eigen verhaal schrijven. Dus ze gaan onderwerpen van school hierin verwerken en gaan dus creatief aan de slag met games. Dus bijvoorbeeld, hier is het Amerikaanse geschiedenis, maar zou natuurlijk ook een Nederlands vak kunnen zijn. En dat kun je heel mooi toepassen. Je kunt 30 dagen gratis dit uitproberen. Het is wel handig als je natuurlijk deze set hebt. En daarna ga je betalen voor de accounts. En hier zie je natuurlijk Rupsje Nooit Genoeg. Dus die zou je ook kunnen maken. Heb je eigen Rupsje Nooit Genoeg spel. Dit is door iemand gemaakt, zoals je ziet. Nou, Bloksels Edu is er voor Chrome, Android, Amazon en Apple. Dus op elk device bijna in je school zou je dit kunnen gebruiken. En dit is een complete leerkrachtenhandleiding hoe je aan de slag kunt gaan met de app. En je kunt als eerste, zeggen ze, een karakter bouwen. Nou, en hier leer je over wat alle blokjes betekenen. En hier zie je, hoe kan je iets bouwen? Ze gaan dit helemaal stap voor stap aan je uitleggen en scannen. Nou, ik ga dit zo natuurlijk voor je uitproberen. Ik heb nu mijn eigen klas aangemaakt en kan ik een profiel aanmaken voor de kinderen. En daarmee kunnen de kinderen inloggen. Ze moeten wel een code maken. Nou, 1, 2, 3, 4, go. En dan kan ik aan de slag. Kinderen kunnen dan naar de arcade. Dus kunnen ze spelletjes spelen die al door anderen gemaakt zijn. New games.
je eigen games, games van de klas kan je dan zien en je kunt tutorial games bekijken. Dus hoe werkt dan Bloxels? Nou, ik ga weer terug en ik ga naar de builder. Ik ga beginnen met het karakter. En wat je dan kan doen is gewoon hierin tekenen, maar je kunt ook gebruik maken van de camera. En dan zie je dus dat het scherm in beeld komt, maar nu moet ik eerst iets gaan maken. En dat doe ik dus op dit bord met deze figuren. Zoals je ziet kan ik daarmee aan de slag. Ik zal het even laten zien. Bijvoorbeeld een tulp. En ik pak de blokjes en leg ze erin. Een mooie rode tulp. En nu ga ik het karakter maken. En ik maak hem zowel als stilstaand poppetje, als springend poppetje en als lopend poppetje. En je zal zo meteen zien dat dat natuurlijk verschil maakt. En ik vind het gewoon leuk om een lopende tulp te maken. Je kunt natuurlijk ook rupsje nooit genoeg maken zoals we net zagen. Nou, dit is mijn tulp. En nu ga ik hem scannen. Het enige is, ik hoop dat hij helemaal in beeld past. Kijk, want hij zegt, zorg dat alle hoeken in beeld kunnen komen. Nou, ik denk niet dat hij nu op de camera wil, dus even kijken. Ja, het lukt. Ja, kijk! En nu heeft hij hem gescand. Oké. Nu heb ik mijn eigen tulp gemaakt en tot leven gebracht. Maar nu zie je dat ik hem ook nog moet maken dat hij loopt, dat hij springt en dat hij valt. Dus walk, gaan we hem, hebben we weer een leeg vel. En dan kan ik zeggen, hey, ik zorg dat er een voet bij komt, zodat het lijkt alsof onze tulp loopt. Dan ga ik weer naar de camera en ga ik hem scannen. Ja, oké. Okay. Springen, dan ga ik er natuurlijk voor zorgen dat hij iets omhoog is. Dus ik doe alle steentjes één omhoog. En de voetjes ernaast. Zo, deze één hoger. En nu ga ik hem weer scannen. Helemaal in beeld. Ja, dat klopt. Oké, door. En vallen. Nou, gaan we eens even bedenken. Hoe ziet hij er dan uit? Als hij valt, is de bloem natuurlijk op zijn kant. Gaan we gewoon op de kant maken. Nou, dan gaan we weer scannen. En nu kunnen we ermee gaan spelen. Kijk, kunnen we hem even testen? Want je ziet nu hier de tulp. En ik kan dus door op de pijlen te klikken ermee spelen. Hier omhoog. Ik kan iets pakken. En zo kun je dus met je eigen poppetje spelen. En denk je, nou, ik vind dit eigenlijk niet goed. Kunnen we natuurlijk hem gewoon aanpassen. Want je kunt dit weer wissen en opnieuw gaan scannen. Je kunt ook gewoon hiermee dingen toevoegen. Zie je dat? Heel eenvoudig. Nou, dan de game builder.
In de Game Builder ga je een echt spel maken. En dit kan helemaal het speelveld worden. Elk vakje is zo'n bord. Dus zijn heel veel kleine vakjes in één. Deze is al voor je gemaakt. En nu kunnen we weer even naar de navigatie. En kunnen we naar de volgende. Zie je dat? En wat we nu kunnen doen is dingen toevoegen. En hier zagen we al... Hé, hey, dit betekent allemaal iets anders. En het staat ook in die handleiding die we hadden. Even kijken, waar was die ook alweer? Ja, hier. Hier kan je zien wat het betekent. Dus groen is land. Rood is gevaarlijk. Dus een soort lava is het. Blauw is water. Paars wordt een vijand. En de oranje blokken kunnen opgepakt worden, zijn actieblokken. De gele blokken zijn muntjes. Pink zijn power-ups. En wit zijn storyblocks. En dan kun je dus checkpoints en vlaggen van maken. Nou, zo kun je dat helemaal aanpassen. En dat gaan we nu even maken. En je ziet dus ook dat hier een achtergrond gemaakt is. Nou, dat kun je allemaal aanpassen in het spel. Nou, ik heb even een level gemaakt met allemaal verschillende kleuren. Wat ik dan kan doen is... Ja, scannen natuurlijk. Dus ik leg hem weer neer. Ik scan hem. En hij heeft alles overgenomen. En nu zie je... Hé, hey, het level lijkt klaar. En nu kunnen we op de play-knop drukken. En kunnen we natuurlijk gaan spelen. Oh, ik mag het rode niet aanraken. Kijk, een muntje gevonden. Oh, helemaal eraf. Gaan we even opnieuw. Ga ik hier starten. Dan kan ik hier lopen. Die kan ik oppakken. Zie je dat? En die zou ik ook ergens op kunnen gooien. Aan de kant kunnen gooien. Oh, nee, dat ging niet goed. Even opnieuw. En zo kun je dus je eigen game ervan maken. En... helemaal aanpassen naar je eigen wens. En je ziet hier dus dat blokje nu. En die kan ik ook aanpassen. En daar kan ik een textbox van maken. Of een checkpoint dat je daar weer verder kunt gaan. En zo heb je dus echt fantastische opties om ermee aan de slag te gaan. Je kunt ook hier de blokjes natuurlijk selecteren en toevoegen als je er niet genoeg hebt. Bijvoorbeeld of je denkt, hé, ik maak het liever hierop. Ik vind het vooral tof dat je het dus met fysiek materiaal doet op de iPad. En je hebt dus die edu-versie. Kijk hier, de edu-versie en de consumentenversie. Nou, die is ook prima te gebruiken. Wil je nou niet met accounts werken, wil je geen abonnementen, kun je die gewoon gebruiken. En die kun je unlocken met dat bord. Maar dan heb je dus wel minder controle als leerkracht en kun je minder makkelijk lessen delen. Minder voor het onderwijs gemaakt dus. Maar wel echt tof. Bloksels Edu, een aanrader voor elke school die iets wil met creatieve opdrachten, games maken en kinderen motiveren om uitdagende opdrachten te maken. Echt een tof toevoeging. Tof hè? Wil jij nou ook Bloksels? Je kunt het op verschillende manieren aanschaffen. Op dit moment, mei 2019, is het bij Groupon voor zo'n 17 euro verkrijgbaar. En op amazon.de, maar ze leveren ook in Nederland, voor een krappe 10 euro kun je het dan bestellen. En dan heb jij deze set die ik hier heb staan ook. Je kunt ook een educatieset kopen, die is onder andere bij Heutink verkrijgbaar. Dan heb je natuurlijk veel meer blokjes, meerdere borden en kun je makkelijker met je klas ermee aan de slag. Ik zeg, dit is echt een uitdaging voor kinderen op school om creatief aan de slag te gaan. Dus klik even op de link hieronder om er een te bestellen. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, druk op dat duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle tofste, nieuwste onderwijsmaterialen voor in de klas.